De maker van deze film is onbekend. De opnamen zijn waarschijnlijk rond 1940 gemaakt. Maar dit is een authentieke film over het looiproces van leer op de Oosterwijkse leerfabriek, de KVL. Het begint natuurlijk bij de stroomvoorziening, in die tijd door middel van de stoommachine. Deze machine wordt met kolen gestookt. De schakelkast biedt de mogelijkheid om de opgewekte stroom naar de diverse afdelingen te sturen. De stoommachine heeft zelfs zo'n grote capaciteit dat zelfs heel Oosterwijk van stroom kan worden voorzien. Het looiproces begint bij binnenkomst van de huiden. Deze zijn als pakketjes gevouwen en worden gelost in de huidenkelder. Om de huiden te conserveren zijn ze gezout. De huidenkelder bevindt zich tegenover het ketelhuis in een wit geverfd gebouw. De witte kleur helpt om het gebouw koel te houden. Hier worden de huiden gesorteerd en het zout grotendeels verwijderd. De kelder heeft een capaciteit van wel 150.000 huiden. Vervolgens gaan de huiden in de ontharingsmachine. De haren gaan naar de haarwasserij op het terrein en worden verkocht bijvoorbeeld als vulling voor kussens van rijtuigen. Na het ontharen gaan de huiden in de kalkputten. Hier zwelt het vel op, worden de eiwitten eruit gewassen, laten de haarzakjes los en wordt de huidstructuur geopend. Na het kalken volgt de ontvlezing. De vlees- en vetresten wordt lijmvlees genoemd en wordt verkocht voor verwerking tot lijm en gelatine. De volgende stap betreft het ontkalken en daarna volgt het bijtsen. Door middel van enzymen wordt de huid elastischer. Door de huid zo te behandelen, kunnen de looistoffen straks goed in de huid trekken. Er worden in die tijd op de leerfabriek soms wel 25.000 huiden kalfsleer per week verwerkt. De huid is nu wit en een beetje glazig en wordt door de looier bloot genoemd. In de schaverij worden de kleine kalfsleren vellen geschaafd om de huid op de juiste dikte te brengen. Links op deze beelden ziet u de bedrijfsleider Huber die de kwaliteit bekijkt. In de splitmachine wordt de bovenlaag met nerf gescheiden van de onderlaag. Van de onderlaag wordt zwerde gemaakt. Voorzichtig trekken de werkers de vellen met een tang uit de machine. Zo wordt het leer niet beschadigd. De huiden worden in latere jaren nog nagelooid, maar in de eerste periode wordt de huid, of eigenlijk al het bokskalfleer, al geverfd. De vellen komen uit het vat in een bak en worden eruit gehaald om te drogen. De volgende stap is het zogeheten stollen. Het droge, stijve leer wordt zo weer soepel gemaakt. Daarna wordt het leer opgespannen en opgerekt om meer rendement uit het vel te halen. Hier wordt de huid in de glansstoterij behandeld. Een warme glazen rol zorgt ervoor dat het leer een mooie glans krijgt. Op de lakvelden, achter op het terrein gelegen, werd het leer na het lakken in de buitenlucht gedroogd. Later gebeurde dat binnen, met lampen en nog later in ovens. Als het in het weekend dreigt te gaan regenen, wordt de stoomfluit geblazen. En moet elke werknemer snel naar de looierij komen om de vellen binnen te halen. De imker die zijn bijenkasten aan de Gasthuisstraat had staan, moet zijn kasten verwijderen omdat de bijen hun nectar vaak op het leer morsten.
Tot slot wordt het leer klaargemaakt voor de uiteindelijke verkoop. Het gaat naar het ledermagazijn en dat is waar nu de bakkerij van Robert zich bevindt. Uiteindelijk gaat een deel naar het exportmagazijn. Hier vindt de controle en het sorteren plaats. In de meterij wordt de oppervlakte gemeten door een bijzonder vernuftige machine. Het lakleer wordt voorzichtig uit de machine gehaald om beschadiging te voorkomen. Wieltjes met pinnetjes tasten de huid af. Aan de rand vallen ze door gaatjes en zo stelt de machine het aantal voet vast. En één voet staat voor 30 bij 30 centimeter. In het laboratorium van de heer Spiekerman worden proeven gedaan, zoals de kniktest, de treksterkte, de lichtechtheid, etc. Klanten krijgen ook voorschriften hoe om te gaan met het leer. In het laboratorium worden ook klachten beoordeeld. Op deze beelden ziet u de bedrijfsleider, de heer Huber. Hier tweede van links is directeur en oprichter van de fabriek Chris van der A, samen met procuratiehouder Frans de Jong, in witte jas dokter Hans Adler. Deze ingang is de oude ingang, geheel links gelegen bij de brandweerkazerne. Deze beelden tonen de kantine links met de raampjes van de doucheruimte. In het gebouw daarachter zat de technische dienst en nu wordt dat gebouw de lakfabriek genoemd. Op de expeditie worden de vellen leer verpakt in geolied papier om het te beschermen tegen vocht en klaargemaakt voor export over de hele wereld. De kisten gaan naar het bordes en vervolgens in de treinwagons.